Goed. Hey, welkom bij Proef Whisky. Ik ben Paul. Ik heb een kraker in mijn mond. Nou, dan hou ik hem even. Laten we zitten. Ja. Hij is weg. Hij is weg. Goed. Welkom bij Proef Whisky. Ik ben Paul. Ik ben Geno. Geno heeft een flesje meegenomen van eigen collectie. Smokestack. Nou, het. Ik denk dat die Piet het is. Ja. Jouw kennende en ook naar de naam. Staat een mooie trein op de voorkant. Ja, ook dat nog. Fles is van glas. Mooi. limited edition. Ja, ja. Limited edition small batch, als ik me niet vergis. Dus eens per jaar brengen ze ongeveer kleine 4000 flessen uit. Ja. Ja. 30 ppm. Hebben ze gemeten aan de graan. Dus dan altijd de vraag, hoeveel blijft dan over in de uiteindelijk destillaat? Ja, ik heb hem al geproefd. Ja, ja, ik nog niet. Nee, dus ja. Smokestack is onderdeel van de Vintage Whisky Company, of hoe heet dat? Dus ook de overkoepelende organisatie van Finn Lagan en Cooper's Choice, als ik me niet vergis. Het is een blend van Islay en Highland. Islay en Highland, ja, inderdaad, ja. Nantje filtered, daar ben ik blij mee. Ondanks maar. 46. Oh, 46, oké, dan zitten we op die grens inderdaad, ja, mooi. Niet bijgekleurd, word ik ook vrolijk van. Ja, wat kunnen we nog over zeggen? Vrij weinig, want ja, ik geef even vrij weinig over vrij eigenlijk. Hè. 30 ppm hadden we al gezegd. 4032 flessen. Heavily peated, non chauffeur, Amerikaans eiken. Ja. Oké, okay. Nou ja, goed. Ben benieuwd. Ik vind. Ja, nee, ik wacht wel even. Nee, je mag het wel zeggen. Nou, voor zijn naam. En ik snap wat je bedoelt. Je vindt. Hey. Ik mis wat rook. Ja. Ja, en ook als je de. Dat is rook, maar. Ja, is ook dan. Daarachter is rook. Ja. Ja. Je ziet de naam, je ziet zo'n mooi ouderwetse trein. Dus je wacht eigenlijk dat hij als een trein. Ja, zo'n klap in je gezicht. Ja. Okay. Ja. Ja, dat is het niet. Dat is het niet, nee. Ik vind het wel een prettige neus eigenlijk. Nee, absoluut, absoluut. Maar als je. Ik heb hem gekocht met het idee van. Paf! Ja. Ja, dan is die een beetje jammer, maar. Goed. Er zit wel. Er best wel veel gamba op de neus, vind ik persoonlijk. Het geeft een beetje een fris kruidig bite. Prikkelt een beetje, maar. Maar ook wel weer een beetje zoet. Beetje, ja. Beetje vanillezoet. En ja. Het is zoete turf. Ja, ja, ja. Maar meer zoet als turf. Tenminste, dat vind ik. Ja, ja. Ja. Ja, je weet het al, maar ik ben benieuwd naar de mondsmaak. Slaantje. Ja, je proeft wel gelijk die. Een beetje pittigheid van die gember. Die zit er gelijk op. Daarna die zoete turf, inderdaad. Ja. Honing. Ja, gember, citroen, honing. Afdronk is niet bijzonder lang, maar is wel aanwezig. Ja, ja, ja. Nou, dat geven ze zelf ook aan de fles aan, zie ik. Wat hè? Gember, citroen, ja, honing. Ja, dat is mooi. Ja. Finish, long and drying. Lang niet. Dat is wel iets drogend. Maar. Dat wel. Maar is niet bijzonder. Ja. Ik kan me voorstellen als je dit inderdaad gekocht hebt als een zwaar piet, het klap in je gezicht, een drammetje, dat het dan een beetje tegenvalt. Maar als je hem anders, als je daar niet van uitgaat,
Vind ik wel een heel smakelijke whisky. Vind ik hem ook, ja. En wat mag de smokestack kosten? Ik heb hem volgens mij in de aanbieding gekocht voor om en om de 25 euro. Oké. Okay. Nou ja, en dat is ook weer een aspect wat je even rekening moet houden. Ja, nee, daarom. Dan vind ik eigenlijk wel, voor dat geld... Is een mooie whisky. Vind ik wel een mooie whisky, ja, inderdaad. Absoluut. Want zoals wel een non-age statement, maar non-chill filter, niet gekleurd, 46%. Het is een limited edition. Ja, limited edition, ja. Limited edition die elk jaar terugkomt. Ja. Nou, maar ja, het is een kleine oplage, dus het is maar 4000 en een beetje flessen steeds. Dus wel een gelimiteerde oplage. We vinden de prijs op zich gewoon meevallen voor wat je krijgt. Ja, nee absoluut. Absoluut. Nou, ik vind wel een smaakvolle whisky. Ja, ja. Maar volgens mij trouwens, zonder de aanbieding was die in de 30, €3,34 euro. Voor 25 is die lekker dan. Ja, dat minste nalen zit er wel. Ja. Zit er wel in, maar is niet heel hevig als wat je verwacht van een art bag of zoiets. Dat's, maar nee, ja, mijn art bag is ook meteen iets wat meteen heel hartig is. Dat is dit niet. Dit is meer fris, zoet, fruitig. Met een beetje rook. Met een beetje rook. Dus waar de art bag hartig is dit meer tropisch. Ja, meent. Ja, ik kom van hetzelfde huis als Finn Lagan. Ja, Finn Lagan is ook een prima peated whisky voor het geld. Mm-hmm. En nu hebben ze gewoon een beetje net iets andere draai aangegeven. De Finn Lagans zijn qua smaak net meer richting de traditionele aanlagen. Ja, een beetje scherper, een beetje... Ja, en ook dat wordt meer hartig, meer vleesachtig. Dit is gewoon echt tropisch. Schwan, jong. Ja. Nou ja. Misschien wel een tegenval in eerste instantie, maar uiteindelijk als je alles op een rijtje zet... Ja, dat is een hele slechte vergelijking. Maar ik had die teeling, maar was er ook weer die vogel op? De Black Pits. Black Pits. Yeah. Had ik ook gekocht als peated whisky. Yeah. En dat was ook zo van... Oh. Yeah. Maar als je hem drinkt zonder de gedachte van ik ga een stevige peated whisky drinken, is het gewoon een hele goede whisky. Yeah. En dat geldt hier eigenlijk ook wel een beetje voor. Yeah. Ja, de Black Pits was op Sotanus wijnvaten ook. Hè. Dus die zijn vrij fruitig en fris. Dat durf ik je niet te zeggen. Daar moest sowieso al eens een keer op terugkomen. Die zijn een keer in de voorproefje langskomen. Maar we hadden de mensen beloofd dat we eens wat tijd voor zouden nemen. Maar er zijn nog steeds niet naartoe gekomen. Toevallig nog een fles staan. Dus. Ik ook. Dus dat komt wel goed. Goed, nou ik ga dit op mijn gemak opdrinken, want het bevalt me wel. Ja. Voor reviews, voorproefjes, wat dan ook niet wil missen. Like, abonneer, hou ons in de gaten. We zijn ook op social media, daar komt ook van alles langs. Wil je dat we wat reviewen, laat het achter. Ja, precies. Mocht het geen flessen van flessen boven de €300 worden, dan stuur ook even een fles op. Ja. Toch? Goed idee, ja, prima. Ook, ja. Goed. Slaantje en tot de volgende.